Zo, nou. Dan maar even op mijn telefoon verder. Ik hoop dat jullie nog terugkomen. Maar er ging iets mis. Oh, balen. Dan heb ik hier natuurlijk geen lader aan hangen. Dus dat wordt dan ook nog weer een probleem zometeen. Even kijken of ik kan zien hoeveel. Oh, 9%. Dat wordt hem ook niet, hè? Goed, sorry, er ging wat mis. Mijn iPad zei, bekijk het maar, ik doe niet meer. Dus dat was niet zo mooi. Nou, er was toch niemand op Periscope, dus die heb ik me uitgezet. Dus ik ga zo hier verder met Nijntje boetseren. Ik zal even kijken of jullie een beetje dezelfde camerapositie krijgen weer, dat je alles kan zien. Ja, zo hè. Dus ik ga hier zo verder. Ik ga alleen eventjes een lader ophalen, want mijn telefoon gaat het anders zo. Ja, daar ben ik weer. Het was mijn schuld hoor. Hij ging bij mij, vloog hij eruit. Maar iPad vond me niet meer zo lief. Dus ik ga heel even een lader halen ergens. En dan ben ik zo terug, ja? Be right back. Ik zet Nijntje hier even neer. Nee, mijn iPad ging gewoon eraf, zeg maar. Dus nu moet het op mijn telefoon, maar die had ik niet goed opgelaten. Daarom zat ik op mijn iPad. Dus ik kom er zo aan. Momentje. Zo terug. Een hele goede lader, maar er zit maar zo'n kort kabeltje aan. Dus ik weet nog niet of ik dat ja, moet lukken. Dus sorry voor deze onderbreking. Maar ik dacht, ik ga wel gauw weer live. Want anders denken jullie dat het aan jullie lag. Of dat ik weg ben, of weet ik veel. Oh, kijk, dit moet lukken. Nou, hopen dat hij genoeg bij kan laden, dat hij niet leeg loopt. Even kijken of hij nou... Hij laat nog niet. Zo, mag ik even kijken? Ja, dan zit hij in ieder geval aan de laden. Nou... Op hoop van zegen dat dit goed gaat. Zul je altijd zien, hè? Dan ben je eindelijk zover. Verkopen wij ook doosjes van macarons in? Niet speciale macarondoosjes, maar wel doosjes van macarons inpassen. Dat is flauw, hè? Nee, we hebben geen speciale macarondoosjes. Ben ik ook nog niet echt tegengekomen, moet ik zeggen, bij mijn groothandels. Maar ik zal het zeker in mijn overweging nemen als ik ze ergens tegenkom. Zo. Nou, het hoofd van Nijntje. Poging 2 in ieder geval. Nou ja, niet van het hoofd, maar wel van de techniek. Het is altijd jammer als de techniek je de steek laat, hè? Eens even kijken. Volgens mij is het onmogelijk om het in één keer te maken, plus oren, zeg maar. Maar, dus dat ga ik ook niet proberen. Ik ga de oren er los op maken. Ik zal jullie een klein beetje beter laten zien wat ik doe. Zo, hè. Kijk, en dan is gewoon de vraag: hoeveel modeling paste heb je nodig om in een goede verhouding een hoofd te maken? Deze er dus weer even, daar kijk ik elke keer naar. Hè? Niet dat je denkt, waar kijk ze toch naar? Deze zijn toch wel voor mij makkelijker, merk ik, dan deze. Die heeft gewoon die jurk, is gewoon lastig inschatten qua grootte, omdat het van stof is. En deze is ook gewoon, nou ja, niet helemaal wat ik zoek, zeg maar. Qua voeten is die ook wel heel anders. Dus ik ga toch deze elke keer maar eens even kijken en bedenken of het allemaal een beetje klopt. De hoofd is echt breder dan de zijkantjes. Oh, dit is zo lastig. Nou, ik doe er nog een klein beetje bij. Heel klein beetje crisco op mijn handen, dat ik niet de hele tijd vastplak. En dan eens even een balletje draaien zonder strepen erin.
Ik hoorde de hele tijd een gek geluid, maar er staat hier een minion rond te draaien. Het draaiplateau staat nog aan. Hebben jullie hem al gezien in de winkel? Nee, ik maak niks op bestelling. Mijn dochter is vandaag 2 geworden en we vieren zondag haar verjaardag. Dus het enige wat ik aan taarten maak en cupcakes en dat soort dingen is eigenlijk voor familie en vrienden als ik tijd heb. Nou ja, voor mijn eigen kinderen maak ik tijd uiteraard. Heel belangrijk. Dus, maar op bestelling maak ik het zeker niet. Oh, dankjewel, dankjewel. De vorige keer na de woezel en pip taart ook echt een aantal bestellingen binnengekregen. Zo van, oh, ik wil die ook. Sorry, doe ik niet. Ik weet wel mensen die het wel doen, dus ik kan je altijd doorverwijzen. Oh ja, nou gaat de... Dan gaat mijn iPad lopen zeuren met berichtjes natuurlijk. Dankjewel, Olga. Dankjewel, Jeannette. Voor de felicitaties. Dat het uitkijken dat je het niet allemaal plat gaat maken, zeg maar. Zo'n lijf is natuurlijk wat platter. Misschien ook niet zo plat als dat ik hem gemaakt heb, denk ik nou weer. Oh, wat lastig. Ja, je kan het nog wel een beetje bijvormen zo. Dat is eigenlijk wel leuk. Het begint echt al stevig te worden. Ik maak niks op bestelling omdat het één niet uit kan. Er zit gewoon, als je tijdtechnisch kijkt, en zeker omdat als ik het leuk iets doe wat ik leuk vind, wil ik daar alle tijd voor nemen. En dan is er geen geld mee te verdienen. Dan moet je zeggen, ik doe 3 uur over een taart. Of je moet hele hoge prijzen gaan vragen natuurlijk. Als je hele klanten hebt die dat willen betalen, is dat natuurlijk wel leuk. Maar mijn voornaamste reden is dat ik de hobby leuk wil houden. Ik doe dit nu al sinds 2006. Och jeetje, dit jaar al 10 jaar. Is dit mijn hobby? Echt al 10 jaar, ja. En ik heb er natuurlijk een winkel in, ik geef er workshops in. En ik wil het vooral leuk houden, want als ik er nu een hekel aan krijg, stel ik ga 4, 5, 6 taarten in de week maken en ik denk, ik vind er niks meer aan, dan zit je met een heel bedrijf. Ik vind het gewoon jammer van mijn hobby om het te verpesten, zeg maar. Dus vandaar dat ik echt bewust ervoor kies om absoluut niks op bestelling te maken. Maar af en toe kies ik wel een leuke gelegenheid uit en dan maak ik zeker nog wat. Want dat is het, hè. Je wil nieuwe spullen uitproberen. Hè? Zoals nu die modeling paste van de Cake Dutchess. Ja, dan ben ik gewoon echt benieuwd hoe dat werkt. En dan wil ik het graag uitproberen. Ik ga hem toch omdraaien, want als ik naar jullie toe werk, dan zie ik zelf niet wat ik doe. En dat wil ik natuurlijk niet. Het is echt super makkelijk om met deze modeling paste. Ja, 10 jaar jubileum. Ja, in november of zo wordt dat dan. Volgende week zitten we in Hengelo. 6 jaar met de winkels. Ook wel echt een mijlpaal. Weer. Het is echt makkelijk om een mooie gladde bal. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dit is echt helemaal glad, mooi. Goed rond te krijgen. Het werkt echt zo lekker. Ik deed eerst wel eens half gum paste en half fondant en daarmee boetseren, maar dat werkt toch niet zo mooi als dit. Ah, Lotte, dankjewel voor je felicitatie. Ze had zo'n leuk feestje gehad bij de peuters. Echt naar de zin daar. Ja, en dan die oren. Oh jee. Wat ik in ieder geval al doe, wat de kijkcijfers, ja cool hè, 69 kijkers al. Ja. Wat ik in ieder geval altijd doe is zeg maar een lange maken en dan in de tweede delen. En dan weet je in ieder geval dat je twee gelijke hebt, zeg maar. Nou ja, die zou ik er zo op kunnen zetten en klaar kunnen zijn, maar nou ja, ik ben iets kritischer, dus ik wil er nog iets langer mee door. En ga niet met geel werken als je nog wit moet doen. Ik heb deze kleurstof gebruikt, ik moet eigenlijk de tube niet meer aanraken, want dan ben ik zo weer geel. De Pro Gel kleurstoffen. Of die van Wilton. Maar echt gel kleurstoffen moet je erin doen. Dus geen vloeibare kleurstoffen, want dan wordt het één grote plakboel. Dus probeer echt aan gel kleurstoffen te komen. Ja, die modeling paste van Funcakes, dat is echt. Die is sinds oktober of zo op de markt. Is echt super spul. Heel erg blij mee. Ze werken ook naast elkaar, hè. Je ziet, ik heb nu de ene, zeg maar.
een beetje gemodelleerd. En dan ga ik die andere ernaast leggen en die ga ik ook lopen modelleren. Dat dat een beetje gelijk opgaat, zeg maar. Want je wilt toch twee dezelfde oren maken. Dus dat is altijd wel de kunst dan, zeg maar. Nee, ja, die kleurstoffen die zijn in alle kleuren verkrijgbaar. Maar de modeling paste is dus hartstikke wit en verder niet. Dus die kun je, maar dan kun je zelf inderdaad alle kleuren van de regenboog maken. Dat is dan geen probleem. Oh, dit is zo lastig. Dan moet er in ieder geval nog een stukje af, want ze worden te groot. Dus ga ik bij allebei ongeveer dezelfde eraf halen, uiteraard. Zo. Maar goed dat ik dat mes had opgehaald. Nou, kijk eens aan. We komen al in de buurt. Ik zal even draaien. Kijk. Wordt het wat? Eventjes zo. Ja, het is heel anders weer, hè? Kan je niet meer vergelijken. Gaan we ook niet meer doen. Dus ik ga het hoofd nog even ernaast zetten, zodat het lijfje niet te hard gaat zakken. Want als het nog, nou ja, niet helemaal uitgehard is, dan zakt het zeker nog wel iets. Oh, maar nou toch die kleur elke keer vandaan komt. Ik heb elke keer weer geel eraan zitten. Je kan geen vragen meer bedenken. Nou, dat was snel klaar dan. Dat was snel klaar dan. Ja, mijn dochter krijgt... ja, je eigen draai. Maar het moet wel echt netjes zijn hoor. Vind ik wel. Mijn dochter krijgt dus een sweet table. Daarom dus ook geen mega taart met weet ik hoeveel boutonnière. Zoals er komt echt een hele sweet table met allemaal verschillende lekkere dingen in deze stijl, zeg maar. Mijn zoontje is in juni jarig, maar ik wil er graag een maptaartje voor hem maken in Dora-thema. Is het ook in het klein te maken dat het nog zichtbaar is? Ja, je kan het altijd kleiner maken, natuurlijk. Dat kan vast wel. Ja, een Dora-taartje als maptaartje is wel leuk. Daar kan je vast al wat van vinden als je gaat zoeken. Sharon, is het de modeling paste van de dusjes? Nou, die heb ik net aan de kant gezet. Ik vind hem heel erg stug. Hij is echt. Ik kneedde mijn handen helemaal, deed heel echt zeer. En ik was alleen maar aan het kneden. Ik denk, zo kom ik nooit aan het boetseren. Dus nee, ik ben overgeschakeld weer op die van Funcakes. Hij is mij te stevig. Maar goed, dat betekent, zei ik ook al, het betekent natuurlijk wel dat hij heel snel opdroogt. Dus dat kan weer een voordeel zijn als je iets sneller wil laten drogen. En als je niet zo'n moeite hebt met kneden. Maar mijn handen gaan echt snel zeer doen. Dus die is het niet voor mij. Blijf hem gewoon verkopen natuurlijk. Dan zei hij, maar niemand hem niet koopt nu. Dan verkopen we gewoon die van Funcakes. Die van Funcakes is uiteindelijk ook goedkoper trouwens. Ja, hij leek mij ook heel super. Ja, of het dan... ja, nou, ik neem aan dat de verpakking verder goed is. De zak zat goed dicht. Dus ik vond hem echt heel stevig. Maar goed, ja, dat is ook misschien maar net wat je gewend bent. Nee, die zit alleen in pakjes van 250 gram. Maar per kilo is die goedkoper dan die van de Cake Dutchess. Dus dat moet het eigenlijk niet uitmaken. Die kleurtubes die zijn van Progel 3,75 per stuk. Nou, deze oren ben ik eigenlijk wel tevreden over. Daar ga ik niks meer aan doen. Ik ga ze er straks op de goede plek in prikken. Dat wordt nog even uitfiguleren waar. Even kijken, wat moet ik dan nog maken? Twee armpjes. En het lijfje.
En ik denk dus dat ze inderdaad toch maar gaat staan, want dat vind ik wel echt leuk. Kun je dat zo zien? Ja, kijk. En dan komt straks deze erop. Ik jullie vast even een beetje mee laten spieken. Ja, het is wel leuk, hè. Ik wil het wel eerst even goed laten uitharden allemaal. Dus ik ga twee armpjes maken. Ja, en ik denk dat ik ze wel omhoog ga zetten. Dat is wel leuk, hè? Toch? Dat is wel de leukste, hè? Zo twee handjes omhoog. Hiep, hiep, hoera. Dankjewel, Sharon. Graag gedaan, Danielle. Tips geven, dat doe ik met veel plezier. Altijd vragen. Dankjewel, Sharon. Sharon. Dat is Sharon, de andere Sharon, ja. Hoe plak je straks de delen aan elkaar met eetbare lijm of met prikjes? Allebei. Dus even een prikkertje erin, zodat het goed blijft zitten. En dan de lijm, dat het ook echt hecht en dat er niet een kiertje tussen komt, inderdaad. Even kijken, twee armpjes. Als het goed is, dan eet niemand hem zondag op. En dan komt hij daarna in de winkel te staan. Dus dan kan je hem onder een stulpje nog eens een keertje bewonderen. Kijken wat ik. Kan je hem in het echt zien hoe ik hem gemaakt heb? Dat is altijd wel leuk, toch? Twee armpjes en doe ik dus eigenlijk weer hetzelfde. Hè? Ik maak één lange slang, zeg ik dan altijd maar. Die snij ik doormidden. En dan heb ik in ieder geval twee gelijke delen waarmee ik de armen begin, zeg maar. Dus dat is mijn tactiek altijd als ik armen of benen of oren of whatever moet maken. Hè, dat je alvast een idee hebt van de dikte. Even kijken, ze heeft de handjes in de lucht. Dit is wel ongeveer de dikte die ik wil hebben. Nou ja, samen zijn ze veel te lang, maar dat maakt niet uit. Kijk, en dan leg ik ze zo naast elkaar. Ga ik even kijken hoe lang het ongeveer moet. En dan snij ik het overtollige er in ieder geval zo vast vanaf. En wat dan het mooiste is, is om het schuin af te snijden. Zodat, want nu heb ik bijna geen raakvlak, maar als ik nu zeg maar zo snij, schuin door het armpje heen, dan heb je ook echt een goed raakvlak om hem erop te plakken. Ja, ik moet zeggen, ik heb nog niet zo super vaak met de modeling paste van Funcakes gebruikt. Maar het ligt dus heel erg aan luchtvochtigheid ligt het. Dus dat soort dingen wegen in ieder geval zeer zwaar mee, zeg maar. Maar ik verwacht dat ik het. Ik ga er niet heel lang mee wachten hoor. Dus ik ga het zo meteen. Ik denk met een. Nou ja, een half uurtje nadat ik begonnen ben, of een uurtje. Dat ik het wel in elkaar ga lijmen, zeg maar. Want je wil ook niet dat het te stevig wordt en dat je dan niet meer er nog iets aan kan veranderen, zeg maar. Want dat is het op een gegeven moment, hè. Armpjes in de lucht. Deze blijft al bijna zo zitten. Superleuk. Zo even kijken met het hoofdje erop. Die kleurstoffen van ProGel die zijn op een moment tot in ieder geval 2018 en sommige zelfs al 2019, 2020 houdbaar. Dus dat is echt lang. Zit ook in een tube, dus het blijft ook mooi schoon. Je knijpt eruit wat je nodig hebt. Maar ze zijn echt een paar jaar houdbaar. Langer dan de Wilton kleurstoffen. Dus dat is zeker een bijkomend voordeel. Mocht je ze hebben en niet weten waar de houdbaarheidsdatum staat, hij staat hier zo ingedrukt. De laatste twee cijfers zijn het jaartal. Deze is al tot september 2020 houdbaar. Nou, dat is nog dik 4 jaar. Dan is die al lang leeg bij mij. Dankjewel. Ik ga complimentjes. Het is nog niet eens een eindje, maar wel lief. Ja, ik denk dat ik maar eens even ga lijmen. Ik moet dan even een paar prikketjes ophalen. Blijven jullie hier? Ik ben zo terug. Er waren hier wel prikketjes, zie ik nu. Altijd, hè? Goed, mocht je bang zijn dat kinderen er toch aan gaan eten, nou, daar zijn prikkers natuurlijk niet zo geschikt. Kan je spaghetti gebruiken, blijft het in ieder geval 100% eetbaar. Gewoon harde spaghetti. Maar goed, ik ben hierbij en ik weet dat het niet gaat gebeuren. De taart komt achteraan op de tafel te staan, dus daar kan ze niet bij.
Want ik wil hem ook graag heel houden. Ik vind het leuk om hem in de winkel te zetten daarna. Zodat jullie het nog kunnen zien. Dat ik zelf nog van mijn werk kan genieten. Dankjewel, Danielle, voor je complimentjes. De kriebel om ook te gaan boetseren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het valt me gelukkig ook mee. Ik zag er heel erg tegenop, maar het lukte aardig. Dus ik ga nog even spieken wat mijn batterij doet. Ja, die blijft in ieder geval stabiel. Dus dat is mooi. Ja, en ik ga toch één voetje nog even opnieuw doen, want hij is echt geel. Ik wil geen geel voetje. Ja, spaghetti is echt prima. Zeker. Daar zijn we van de goede tips. Die geven we graag. En als de slechte tip was, horen we het ook graag. Maar niet alles werkt ook voor iedereen. En zo is het natuurlijk ook. Wat bij de een werkt, hoeft bij de ander zeker niet te werken. Elke keer bang dat hij weer uitgaat. Mijn zwarte iPad-scherm ernaast, die heeft er geen zin meer in. Mijn laptop had er vanavond ook niet echt zin in. Dus het gaat goed hier. Zo. Nou, die voetjes die ga ik dan later pas bevestigen, want deze moet dan nu nog gaan drogen. Even laten zien. Ja, automatisch als ik stop met de Facebook Live, staat hij op mijn Facebookpagina. Dus tenzij ik denk, oh, dat was echt te erg, ik haal hem weg. Dan kun je hem gewoon altijd terugvinden. Dus fijne avond nog, Sharon. Tot later. Goed, ik ga eens even kijken. Ik ga deze hier. Het is altijd belangrijk dat je even voorprikt, zeg maar. Dus wat ik dan bedoel is dat je hier vast even een gaatje in prikt. En daar, en dat je ze dan pas op elkaar doet. Anders heb je kans dat hij aan één kant eruit gaat steken. Nou, hij komt er niet doorheen, dus zo zit hij dan eigenlijk in elkaar. Dankjewel. Het komt vast goed. Nu we zover zijn, denk ik dat het goed komt. Dan pak ik er even wat lijm bij en dan ga ik wel zorgen dat dat hoofd dus op die romp gelijmd wordt. Ga even toch die emmer gebruiken. Dan kan ik het iets beter zien. De armpjes ga ik niet met een prikketje doen. Volgens mij is dat niet nodig. Ze hebben een groot raakvlak. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Even laten zien. Ik heb ze dus precies schuin afgesneden. Zodat ze echt flinke raakvlak hebben met het lijfje. En dus een goed plakoppervlakte hebben, waardoor het goed blijft zitten. Dat scheelt dan al de helft. Ja, het wordt mooi groot, hè? Ja, nou ja, dan kunnen jullie het in ieder geval goed zien. Opeten wordt hij toch niet. Dus hij komt in de winkel. Uiteraard kan dit ook wat kleiner. Nooit te veel lijm, want juist dan gaat het glijden. Dus altijd maar een heel klein beetje lijm. Dan plakt het het beste. Zo leuk. Hoe lang is dit houdbaar? Ja, weet je, er gebeurt er eigenlijk niks mee. Of het eetbaar is als het heel lang staat, dat is een eerdere vraag, denk ik, die je zelf moet stellen. Maar in principe gebeurt hier niks mee, zolang je hem vrij houdt van stof en van verkleuring
zonlicht gebeurt er eigenlijk niet zo heel erg veel mee. Wat ik dus bedoel met voorprik is dit. Als ik nu zeg maar deze zo hierin prik, dan gaat die prikken gaat die kant op en niet daarin. Dus als ik nu hier zeg, ik wil hem hier zo erin hebben, dan prik ik hier vast een gaatje. Maar dan weet ik dat hij daar ook in gaat en niet dat hij dus terug gaat. Snappen jullie dat? Was dat duidelijk? Nog eens modeling paste sneller dan gum paste. Dankjewel, Doreen. Droogtje, modeling paste sneller dan gum paste. Nee. Ja, lastig. Het is gewoon anders. Nee hoor, hoeft niet in de koelkast. Nee, er gebeurt echt niks mee. Ik zou hem gewoon in een kast bewaren, in een doosje, zeg maar. Als je een mooi doosje hebt, dan... Maar er zit er geen houdbare... Er zit geen slagroom in, er zit geen boter in, er zit geen melk in. Dus je kan het gewoon zo op kamertemperatuur bewaren. Fondant, modeling paste, dat soort dingen. Het is zelfs zo dat als je dit in de koelkast zet, dat je het risico loopt. Dat je dingen zacht worden, zeg maar. Maar modeling paste en gum paste, ja, qua drogen, ik denk dat... Oeps. Ik denk dat het, ik denk dat gum paste iets sneller droogt. Maar het ligt ook gewoon heel erg aan waar je het voor nodig hebt, zeg maar. Ik zou hier geen kroontjes mee gaan maken, want daar is het veel te flexibel weer voor. Ja, nou, graag geholpen, Ilse. Voorprikken, ja. Nou, wat fijn dat ik jullie kan helpen daarmee, dat vind ik leuk. Sommige dingen zijn voor mij wel bijna logisch, zeg maar. Maar dat is dan toch niet zo, zeg maar. En dat is wel leuk. Nou, kijk nou. Het is Nijntje. Als mijn dochter hier was, dan had ik hier niet rustig kunnen zitten. De voetjes ga ik straks nog proberen. Ik hoop dat het lukt. Maar dan ga ik echt lange prikkers doorheen doen. Die dan ook in de taart gaan, door het voetje heen en dan in Nijntje, zeg maar. Dan hoop ik dat dat gaat lukken. Maar die laat ik echt, ik denk dat ik ze echt op morgen laat drogen. Ik ben veel te bang dat het... Dat het gaat zakken. Graag gedaan. Nou ja, en anders kan ik altijd nog gewoon de ganache tot zover doen. En dan is het Nijntje tot aan de middel in de ganache, zeg maar. Hoe ga je het gezichtje maken? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet het nog niet. Ik denk dat ik het met fondant ga doen. Want met een stift ben ik veel te bang dat ik de mist in ga. Ik denk dat ik het nu... Zal ik het nu maar gaan doen? Willen jullie graag dat ik nu het gezichtje ga maken? Ik denk dat doe ik mooi straks. Ik zet hem zo uit en dan doe ik dat later wel. Dan hoeven jullie niet, zitten jullie niet op mijn vingers te kijken. Maar het gaat eigenlijk wel goed, hè? Zal ik gewoon nu het gezichtje maken? Is wel leuk om te zien misschien, hè? Dat gaan we doen. Oké. Welk gezichtje vind ik het mooist? Die niet. Dit is een beetje een raar, hè? Haar oogjes zijn groter. Ja, nu. Oh, kijk. Er zit een beetje vertraging in de lijn. Maar ik krijg te horen dat het nu moet. Oké. Ik vind deze het mooiste. Ik zeg altijd, Nijntje heeft de ogen hier zitten. Heel veel mensen doen Nijntje de ogen te hoog. En dan is het niet echt Nijntje, vind ik. Ik vind het echt heel belangrijk. Dat gezicht moet echt gewoon kloppen in mijn ogen. Dus, Nijntje is aardig gelukt. Dus dan hopen we dat gezichtje ook gaat lukken. Maar ik ga dus even kijken waar ik vind dat die ogen moeten. En dan ga ik een klein deukje maken. Dan hoop ik dat ik nog een hele kleine baltool hier heb. Natuurlijk. Ik ga het prikken. Ja, precies. Allemaal andere Nijntjes kom je soms tegen, inderdaad. Dus ik ga... Het zijn echt de ogen zitten hier. De kuiltjes in de wangen, maar dat zijn de ogen. Ja, het is ook super leuk om te doen, maar dit is echt makkelijk. Eentje erbij hebben die 3D is en printje hebben van iets wat erop lijkt. Wat ook met fondant of met gum paste of zo gemaakt is. Met klei kan ook. Dus. Als je dit dus verkeerd doet, dan even kijken hoor. Ik moet even kijken wat jullie schrijven hoor. Dat ik geen berichtjes mis. Dat zou ik zo jammer vinden als iemand een vraag stelt. En ik heb hem gemist. Nou, wat vinden jullie?
Ik zal hem even dichterbij houden, kunnen jullie beter zien. Ik heb de oogjes en het mondje getekend. Maar klopt het wel aardig. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn. Ga ik even zwarte fondant pakken om het af te maken. Nou, ah, fijn. Jullie zijn positief. Dat vind ik fijn. Ik kan dus makkelijk mee te boetseren dan met fondant. Dat maakt niet uit. Als ik met gumpen zou... Als je nu fout had gedaan... Nee, ja, dan moet je of heel erg gaan wrijven en proberen het nog weg te wrijven. Maar dat was wel echt lastig geworden. Dus dan had ik gewoon een nieuw hoofd moeten maken. Nee, ja, weet je, dat herstellen, dat zit er niet echt in, denk ik. Ja, je had misschien inderdaad eerder al kunnen tekenen. Nou, maar goed, hij moet ook op het lijfje zitten om te zien of het een goede plek is, zeg maar. Dus, maar als ik ga boetseren met gumpaste, doe ik dat half gumpaste, half fondant. Maar dit is echt fijner. De modeling paste, nogmaals, ik mag even laten zien. Modeling paste van Funcakes, die werkt echt super fijn. Dat is echt voor het boetseren. Nee, ik denk als ik nu dit nog weg moet wrijven, dat wordt hem echt niet... Nee. Wat ook heel belangrijk is, ik heb nu zwarte fondant in mijn handen, dat je niet aan het wit komt. Want gegarandeerd, je hebt de vlekken erop en die krijg je er echt heel moeilijk vanaf. Daar word je niet blij van. Goed, wat ik ga doen is een oogje maken. Ja, gewoon een heel klein balletje, zwart. En die ga ik er zo op plakken dan. En ik zeg altijd, oogjes zijn de helft van de helft van de helft. Dus wat ik nu gepakt heb en ik hou het zo voor, denk ik, ja, veel te groot. Dus ik ga hem in tweeën maken en dan doe ik hetzelfde als met die armpjes eigenlijk. Ik maak even een slangetje, waardoor je goed ziet waar de helft is, zeg maar, en hoe je het verdeeld hebt. En dan zeg je, hoppakee. Nou, dit zou dan de helft zijn. Dan ga ik nog een keer kijken. Daar heb ik in ieder geval twee even grote, dus dat scheelt. Je moet er altijd rekening mee houden dat je zo'n balletje nog weer plat duwt en dan wordt hij ook nog weer groter. Dit zou in de buurt moeten komen. Hij blijft natuurlijk aan mijn vinger hangen en niet aan de fondant. Ik hou hem even naast dit oogje. Ja, ik ga even kijken. Ik ga de helft van het tweede oog er nog bij doen. Ik durf niet echt hier weer de helft van te nemen. Dus ik pak 2/3 en dan ga ik daar nog een keer de helft van nemen. En dan denk ik dat ik goed zit qua grootte. Dus die gaat weer door midden. En dan zou ik weer twee oogjes hebben. Tenminste, als ik ga rollen. Deze ook. Kijk hoe laat het is. 9:45 al, ja. Nou, het is snel gedaan in een uurtje. Maar je kan je voorstellen als je... Nou, wat zou je vragen voor zo'n boetseersel? €15? 15 zou ik ervoor vragen. Ik zou er eigenlijk gewoon 25 voor moeten vragen dan. Als je dat doet. Ik doe het niet. Maar goed, ga je uurloon maar eens even berekenen. Ik ben nog niet klaar, zeg maar. Dus. Ik ga eventjes met een toeltje proberen daar een beetje een mooi gaatje te creëren. Waar ik het in kan stoppen. En dan moet daar ook echt een klein beetje lijm in. Waar is mijn kwastje? Zodat het daar blijft plakken en niet aan mijn vinger. Dat is altijd wel fijn. Het is dus niet alleen een balletje, want Nijntje heeft een beetje langwerpige ogen. Ovaal, hoe zeg je dat? Eén oog. Lijntje kan zien.
Nogmaals, als je zeker wil weten dat je een melding krijgt als ik live ga, rechtsbovenin kun je klikken. En dan kun je abonneren, krijg je altijd even een melding. Ja, dankjewel. Als ik live ga, en kun je dan uiteraard kiezen of je wel of niet wil zien wat ik ga doen. Dus dat is misschien leuk als je zegt ik vind het waardevol. Ik heb nu dun uitgerold om het mondje te maken. Ik moet zo'n kruisje maken. En het is me eigenlijk gewoon net niet dun genoeg. Dan ga ik op de rug van mijn hand. Het is niet zo warm. Op de een of andere manier kun je dat dunner uitrollen. De helft kan er wel af, want dat is allemaal veel te veel. Op de een of andere manier kun je dat dunner uitrollen als dat je dat ergens anders doet. Ik weet ook niet waarom, maar het werkt. Het sneutje, ja, komt eraan. Ja, en ik denk dat ik nog een 2 op de buikje wil. Maar dan weet ik nog niet of ik dat vandaag ga doen of dat dat morgen wordt. Ik heb nogal een en ander voor te bereiden. Aangezien er een hele sweet table komt. Als het allemaal lukt, ga ik morgenavond een double barrel afsmeren met ganache. En daarna van die druipjes eroverheen laten komen. Dus wil je dat niet missen morgenavond, ga ik ook live doen. Klik dan op abonneren en dan krijg je een melding als ik live ga. Ik ben wel benieuwd of ik ergens kan zien hoeveel abonnees ik dan heb. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Heel benieuwd of het allemaal gaat lukken qua planning, maar dat komt vast goed. En dan kunnen jullie morgenavond meekijken hoe de rest van de taart gemaakt wordt. Wat is wat? Wat is dat? Oh, dit. Een heel klein schaatje. Knip. Oh, je woont dichtbij. Kijk, dat is altijd goed. Er zijn ook mensen die van verder komen. Maar dichtbij wonen is wel handig natuurlijk. We hebben ook een webshop. Dus alles wat ik gebruik kan je, behalve deze, dat is natuurlijk niet handig, hè. Kun je bij ons in de webshop bestellen. Als je het niet kan vinden, stuur even een berichtje op Facebook. Dan helpen we je weer met zoeken. Krijg je zo'n linkje van ons. Even de randjes een beetje afronden, anders krijg je van die afgeknipte stukjes, zeg maar. Dat is ook niet mooi. En dan hoop ik dat ik dit er nog opgeplakt krijg. Het nadeel is, het zit een beetje aan de onderkant van haar gezichtje. Dus zwaartekracht gaat me niet meewerken, zeg maar. Dus ik denk dat ik haar even op de rug ga leggen. Zo. Kom maar zie. Ik ben dat alles kwijt, hè. Cakemixen, ja, een stuk of 30, denk ik. Verschillende. Heel veel. Ja, Marijke, als je in Venray in de buurt woont. Sugar Sweet Company. Mijn goede collega. Fijne collega. Hij plakt niet. Kijk, daar is ze. Hiep, hiep. Hoera. Ik ga er gauw neerzetten voordat het misgaat. Nou. Leuk, leuk, leuk. Ik zal er nog een keer dichterbij houden. Daar is Nentje. Nou, ah, dankjewel. Dat is al een compliment. Perfect. Nou. Dankjewel.
Ja, ik word hier ook altijd nog heel blij van als het lukt. Thanks, Lanneke. Dat ik daar zo tegenop heb zitten kijken de hele week, hè? Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Dankjewel, ben ik ook zeker trots op. Oh, lief. Dankjewel, Miranda. Nou, leuk dat jullie keken. Ik zal het nog even dichtbij houden, want het is wel echt heel leuk. Ja, je krijgt zo het liedje weer in je hoofd, hè? Ik hoor de hele dag niks anders. Nee, valt wel mee, hoor. Superleuk om te doen. Ook superleuk dat jullie mee gingen kijken en dat jullie ook nog even terugkwamen bij de tweede aflevering. Ik ga proberen of de voetjes er naar onder willen en anders komen er misschien twee van die voetjes aan de voorkant. Dan moet ik nog maar eens even kijken. Morgenavond ga je het misschien wel zien, want ik ga morgenavond dus een taart afsmeren met ganache. Van die druipjes eroverheen maken met ganache. En nou ja, zondag komen de foto's al voorbij van de hele sweet table. Alles in roze, groen en geel thema. Dat is echt superleuk om te doen. Ah, leuk dat je volgende week een lijntje gaat boetseren. Allemaal laten zien, hè? Stuur ons een foto. Je kan ook nog lid worden van de Sweet Cake Club. Ah, dankjewel. Leuk als jullie me volgen live. Ja, vind ik echt leuk. Ook leuk om te horen dat dat gewaardeerd wordt. Dat vind ik ook erg leuk. Dus, maar als je weer lid wordt van de Sweet Cake Club op Facebook, als je even zoekt Sweet Cake Club aan elkaar vast, dan daar kun je leuk je dingetjes laten. Hoe zeg ik dat? Je boetseert als show. Ik ben ondertussen aan het lezen. Het is heel vervelend. Hoe laat ongeveer? Ja, ik denk ook tegen 9 uur. Veel eerder. Ja, Sweetie Cake Club. Als je het aan elkaar schrijft, vind ik je zeker. Of zie ik het zeker. Even lid worden klikken en dan laten we je toe. Kun je vragen stellen. Kun je tips met elkaar delen. Kun je laten zien wat je gemaakt hebt. Superleuk. Ja, die fijne verjaardag komt zondag wel goed. Goed, heel erg bedankt voor het kijken. Fijne avond nog. Doeg!